ik had dit nooit verwacht, maat. Ik heb 4 dagen niet geslapen, joh. Dit was ook helemaal niet de intentie. Het was ook helemaal geen video voor mijzelf. En dat is natuurlijk dan ook het punt waarop jij denkt van ja... Of Patrick even een promotievideo voor zijn vriendin wil maken. Maar in plaats van positieve reclame gebeurt er dit. Un extranjero se paseó por el barrio Provenza en el poblado, llevando amarrada del cuello a una mujer que estaba en ropa interior. Omstanders zijn boos vanwege het vrouwonvriendelijke gedrag en zelfs de burgemeester doet er nog een schepje bovenop. Las mujeres de Medellín se respetan y a Medellín se respeta. Por eso estamos pidiendo que este extranjero sea expulsado del país, porque esa persona no le hace bien al país, no le hace bien a Medellín. Esa no es la fama. De burgemeester heeft dan ook een duidelijke boodschap. A migración que expulse al holandés que vino a dañarle la imagen a Medellín y que vino a maltratar a las mujeres de Medellín. Ik bel mijn advocaat. Ik zeg, joh, ik krijg hier filmpjes binnen van de burgemeester die wil met land uitsturen. En die advocaat zegt, joh, Patrick, is allemaal heel leuk, maar ze hebben helemaal geen gegronde reden om jou überhaupt ergens vast te houden. De politie doet onderzoek en dan blijkt dat Patrick zijn vriendin juist hielp in plaats van schoffeerde. De twee worden nu door alle grote tv-stations in Colombia geïnterviewd. Goed voor de modellencarrière van zijn vriendin, maar of Patrick het nog een keer zou doen? Nooit. Nee. Nee. Niet in deze context, niet in dit concept, niet op deze manier, nee.